In oktober toch redelijk wat boeken gelezen. Dit zijn de papieren boeken die ik deze maand heb gelezen. Deel 1 en 2 van de Doodsvaartserie van Wise en Hickman. Margaret Wise en Tracy Hickman. En goede serie. Ja, je kunt het zien, het is een oudere serie. Hij is... Ja, oorspronkelijk uit de jaren 80. Dus ja. Dan. Misfits. Van L. Kennedy. Leuke. Ja, dit zijn leuke boeken. Fout, maar wel heel leuk. Dan. Een duology. Daydreamer en Nightthinker. Erg leuke serie. Ja, duology, echt een sprookje. Maar dat heb ik al verteld in mijn wekelijkse opmaak. Dan vier delen van een serie. The School of For Good and Evil. Deel 4. 3. 2. En 1. Ja, erg leuke serie. Ik ben... Bijna heb ik deel 5 uit. En hierna ga ik met deel 6 verder. Dan Nala's World. The Girl Who Drank the Moon. Erg leuk deel reread. En Waypoint van Sam Ewan. En dat parcours wat hij heeft gelopen lijkt me heel gaaf om te doen. En dan als laatste een paar strips. Laura Limpus, volume 4, 3, 2 en 1. Ik ben erg benieuwd naar de rest van de serie. En dat was het. Kort maar krachtig.